Hoi, ik ben Carlijn. Ik ben intern begeleider op basisschool Jong Leren. Ik ben Siobhan Teulings. Ik ben leerkracht in groep 8 van IKC De Horizon in Rilland. Ik ben Ilse. Ik geef les in groep 8 van basisschool De Helix. En wij gebruiken het IEP LVS. Wij hebben voor het IEP LVS gekozen omdat wij het heel fijn vinden dat we niet zelf hoeven na te kijken. Waardoor de tijd van de leerkracht ook besteed kan worden aan andere dingen. En daarnaast vinden we het ook heel erg fijn dat de leerlingen helemaal niet zoveel tijd kost om de toetsen te maken. Waardoor ze daar ook minder stress van ervaren. En we hebben ook heel snel inzicht in de streefniveaus. Doordat je meer tijd overhoudt, dan stimuleert het ook dat je dus meer met de ouders kunt spreken. En de leerling kunt spreken over wat je dus terugziet in de toetsresultaten. Het geeft de kinderen ook een vorm van eigenaarschap, waardoor het ze motiveert om op een bepaalde manier dus aan de slag te kunnen gaan. En dat ze weten wat ze kunnen doen en op welke manier ouders hier ook in kunnen ondersteunen. Je kunt zien dat IEP LVS is ontwikkeld met de leerling als uitgangspunt, omdat de vragen heel vriendelijk gesteld zijn. Het leesniveau zit niet in de weg bij bijvoorbeeld rekensommen. En er wordt gemeten wat je wil weten. We hebben voor het IEP LVS gekozen omdat het natuurlijk heel belangrijk is als school om de vorderingen van leerlingen in beeld te brengen. En we waren eigenlijk op zoek naar een systeem waarin kinderen niet worden afgerekend, maar waar duidelijk wordt gemaakt waar een kind staat en wat een kind nodig heeft in zijn ontwikkeling. En we denken dat bij IEP LVS gevonden te hebben. Het IEP LVS helpt mij om een compleet beeld van een kind te krijgen, omdat we toetsen op hoofd, hart en handen. Waarbij het hoofd, daar valt het taal en het rekenen onder. En het hart en handen is de sociaal-emotionele ontwikkeling, het creatief vermogen en het leeraanpak. En dat helpt mij om een compleet beeld te krijgen, omdat we alles heel mooi kunnen monitoren. Ik vind de opdrachten leuk en goed voor de spindiagrammen die we maken. Omdat de leerkrachten kunnen meer weten over jezelf en over wat je in de klas leuk vindt, zodat ze meer dingen kunnen veranderen. Ik vond het niet spannend om de toets te maken, dat niet, maar wel heel leuk. Omdat je kunt er juist meer van leren en de plaatjes vond ik eigenlijk ook best wel leuk. De leraren vinden IEP ook heel erg fijn. We hebben bewust met z'n allen voor gekozen en de ervaringen zijn ontzettend positief. Voor een school die net zou gaan starten zou ik zeggen, gewoon doen.